jullie vandaag laten zien hoe je de Summer Knots armband kan maken met de Rainbow Loom haaknaald. En deze hele leuke armband is gemaakt door Nina Houston. Ik zet wel een linkje onder in de beschrijving. En zij heeft deze vandaag, misschien gisteren of zo ontworpen, maar vandaag was er een video en er zat geen copyright op. Dus dat betekent dat ik hem wel mag uploaden zonder toestemming. En ik denk, omdat deze armband gewoon super leuk en toch makkelijk is, het heeft hier zo van die knoopjes. En ik vind zulke dunne armbanden wel een leuk effect geven. En wat heb je nodig? Een haaknaald, elastiekjes. Ik gebruik voor mijn pols ongeveer 20. En zij gebruikt er 16, maar zij is ook 10 jaar en ik ben 11. Een C of een S-clip. En ik heb een hele bakje vol met gekleurde S-clips. En ik had er ook roze tussen. Dus ik dacht, dat is wel leuk met de roze elastiekje en ook een roze haaknaald. Laten we beginnen. Je begint met 2 elastiekjes en die leg je gewoon zo normaal op je haaknaald. Gewoon zo los. Pak je weer 2 elastiekjes. Die zet je hierop bij het begin van je haaknaald. Zo. Dus nu heb je 4 elastiekjes op je haaknaald. De voorste 2 strek je. En dan haal je deze hier zo overheen. En wat op je vinger zit, doe je ook terug hier zo op de haaknaald. Nu haal je de achterste 2 elastiekjes over je haaknaald heen. En dit trek je aan, zodat er een knoopje ontstaat hier. Dit wat op je haaknaald zit, duw je weer naar het midden. Pak je weer 2 elastiekjes. Die doe je hier zo in je haak. Die trek je wijd. En wat deze 2 haal je hier overheen. Zo. En wat op mijn vinger zit. Oh, ik heb 1 elastiekje verloren. Wacht. Hier zat de lus, dus ik doe hem even opnieuw, want ik had een elastiekje verloren. Gelukkig hoef ik dan niet opnieuw te beginnen, omdat dit al een lus is. Ik doe hem hier zo in mijn haak. Haal ik dit hier overheen. En wat op mijn vinger zat, doe ik weer op mijn haaknaald. En dan haal ik de achterste 2 over de haaknaald heen. En soms kan die heel erg gedraaid zitten. Bij mij is dat nu niet, maar ik denk dat het dadelijk wel weer gaat gebeuren. En dan kan je hem er zo doorheen halen. En dan draait hij wat minder. En soms moet je de ene kant doen en soms moet je de andere kant doen. Ik doe deze weer op mijn haak. Pak ik weer 2 elastiekjes. Zo. Doe ik deze hier overheen. Deze hierop. En dan het achterste elastiekje over de haaknaald heen. En nu zie je dat het een beetje gedraaid is. Dus dan doe ik hem hier zo doorheen. En dan is hij minder gedraaid. En zo ga ik eigenlijk de hele tijd door. Zo, weer 2 elastiekjes. Hierop, dit eroverheen. En dan het achterste elastiekje over de voorste. En deze is weer gedraaid. En dit doe je gewoon hetzelfde. Gewoon de hele tijd totdat hij om je arm past. En in deze video ga ik dus niet aparte stukjes maken, omdat deze heb je eigenlijk zo klaar. Achterste over de voorste. Aantrekken. Hier.
De... Nog een helft. En ik hoop dat je deze video kijkt nadat je de Winactie video hebt gekregen. Ik had niet duidelijk uitgelegd, maar ik bedoelde wat ik meeneem op vakantie aan loomspullen. Sommigen hadden dan kleding, maar ik hoop dat sommige mensen begrepen het wel, want ik had het ook op de brief geschreven. Maar goed. Zo, hier doorheen. En als het dus draait, dan doe je zeg maar de twee lusjes hier doorheen. Maar soms hoeft dat niet eens. Zo, één keertje is wel genoeg. Maar bij sommige elastiekjes moest ik net twee keer draaien. Ik denk dat het hier nodig is, ja. Zo, deze twee heb ik niet nodig. En dan pak ik mijn C-clip erbij. Pak ik eerst deze twee. Deze ene uiteinde doe ik hier. En het andere uiteinde strek ik. En doe ik hier. Dan is je armband klaar.